Jos Hoijveld, is overigens FC Twente speler, ja, hè, voor de volledigheid. Ja, oud FC Twente. Nou ja, het is al een beetje een cultheld, hoor. Die heeft echt heel veel clubs versleten, maar die heeft inderdaad ook nog wel even bij FC Twente gezeten. Maar hij kende de tekst goed, trouwens. Nou, inderdaad. Ik dacht echt, als ik hem nu niet afstop, dan gaat hij me helemaal doen. Daar was ik van overtuigd. Dus ik heb hem toch maar even gestopt. Ja, ik dacht, nou, dat vond ik toch, daar moest ik aan denken. En vandaar dat we natuurlijk even hebben gevraagd of hij misschien even voor ons wil zingen. En volgens mij hebben we hem aan de telefoon, of niet? Jos? Ja, zeker. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan het zo dat jij als Groninger die tekst zo goed kent? Ja, nou, wat ik zei, die hing bij ons op het toilet. Want mijn moeder die is in Delden geboren. En we hebben een behoorlijk grote familie. Dus we moesten altijd wel een beetje Twente in ons hart houden. En dus mijn moeder die had het Twents volkslied altijd op het toilet hangen. We zouden het bijna niet willen durven vragen, maar we hebben nu net dat carillon gehoord. Zou jij een klein stukje mee willen zingen op de melodie? Ja. Laten we hem nog een keer horen en zien. De melodie heb ik nog nooit gehoord natuurlijk, hè? Maar de tekst wel. Dus ik moet een beetje improviseren. Nou, dan zijn we heel benieuwd wat jij ervan maakt dan nu. Laten even de video met de muziek horen. Jos, komt-ie. Goed. Moet je zeggen wanneer ik moet, beginnen? Ja, je had eigenlijk al wel mogen beginnen. Met nijvere Twente. En Regenland. Ons schone en nijvere Twente. Het land van de arbeid, het land der natuur. Het steeds onvolprijzene Twente. Daar golft op de Essen het goudgele graan. Door de snelvliet een beekje het molenrad gaan. Daar ligt er de heide in paarsrode kleed. Ons steeds onvolprijzene Twente. Ja. Je zingt het op de melodie van de herdetjes lagen bij nacht. Ik weet niet precies hoe die is. Ja, die stond wel, maar ik kan geen noten lezen. Nou, maar ik vind het wel mooi, want ik dacht ook onmiddellijk toen ik aan jou moest denken gisteren, dat jij daar ook wel voor te porren zou zijn, omdat jij wel een beetje gek bent. Dat is gewoon zo. En ook wel even leuk om jou dan meteen even aan de telefoon te hebben om te horen hoe het met je gaat. Want je bent ondertussen voetballer af, hè, Jos? Ja. Ja, maar... Ik ben mee gestopt. Toch was jij onlangs nog in Twente... Op het hoogtepunt. Zult nooit vergeten, hè? Nee, bah. Jos, voor de mensen die niet zo voetbalminded zijn... Jos was een van de spelers van de selectie toen Twente degradeerde 2 jaar geleden. Ja. Onlangs was jij toch nog in Twente tenue te bewonderen. Vertel. Oh, Oud-Twente. Ja. Heb ik meegedaan. Ja. Ja, hartstikke leuk, man. Ja? Echt, ja, enorm naar mijn zin gehad. Okay. We hebben een toernooi in Duitsland gedaan... En dat was een zaaltoernooi, maar dan mocht geen slijdings maken. Dat deed ik dan wel, ook op de keeper nog. Dus dan werd de Bremer, daar waren ze het niet mee eens. Het hele stadion niet, maar het was toch echt leuk om mee te doen. Een sliding in de zaal, dat is gevaarlijk toch? Ja, daar kwam ik later achter. Ook voor mezelf. Nou ja, een vos verleert zijn streken niet natuurlijk. Nee. Maar en waar ik ook nog heel even op terug wil komen is... je ging ook nog een beetje viral in coronatijd. We zagen natuurlijk al die voetballers op social media challenges delen. Daar gaf jij je eigen draai nog even aan. Want Cristiano Ronaldo had jou genomineerd. Ja, dat doet hij altijd, die jongen. Vervelend. Ja, dat was wel grappig. Dat was al begonnen bij de Ice Bucket Challenge. Ik moest nu weer zo'n challenge doen en dat was met de wc-rol in je handen wassen, die challenge. Ja, dat is natuurlijk gewoon leuk om te doen. Dus dat moet je een goed vervolg aan geven. Ja, nou, hij blijft je maar nomineren. Ja, hij blijft me bellen, die jongen. Straks een keer voor de gouden schoen. Ja, lastig dat hij dan steeds zo lastig valt. Ja, klopt. Maar ja, als hij je dan toch weer belt, kun je hem wellicht, weet je hem dan te porren voor waar jij nu mee bezig bent? Want laten we dan ook even serieus afronden. Je bent misschien gestopt met voetballen, maar je hebt het druk genoeg. Hè? Je hebt een platform opgezet, ScoreLit. Ik zie het veel voorbij komen op social media. Vertel even kort, wat houdt het in? Ja, dat is hartstikke leuk. Het is een platform waarop jij wedstrijdbegeleiding van een professional kan krijgen. Dus waar ik een beetje tegenaan liep is dat ik vind dat er individuele wedstrijdbegeleiding wel eens aan ontbreekt. Dus de kennis van hoe speel je een wedstrijd. En ik heb een platform gemaakt waarop je dat kan aanvragen. Dus echt mensen met professionele kennis. Ook voor motivatie natuurlijk. Voor jonge kinderen is het hartstikke leuk als ze hun idool vertelt wat ze goed doen. Maar ook wat ze kunnen verbeteren. Maar ook het serieuze werk met trainers en assistenttrainers en keeperstrainers. En al dat soort spul. Al dat soort jongens staan er ook op. Ja, want wat daarbij heel leuk is dat mensen hun eigen beelden kunnen uploaden. En dan dus aan de hand daarvan advies krijgen van de profs. Ja, precies dat. Ja.
Ja, en jij hebt natuurlijk heel wat contacten opgedaan in de loop der jaren. Kun je een paar grote namen noemen die je al in het dossier hebt toegevoegd? We zijn nu alleen nog maar in Nederland actief. Of we zijn nog niet actief, we gaan nog live, maar we zijn echt in de laatste testfase. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld als keeperstrainer heb ik Sander Boske erop. Nou, hier wel bekend, ja. Hier ook wel, inderdaad, wel bekend in de Twente. Dus ja, dat is hartstikke leuk. Maar ook als trainers Boudewijn Paalplaats, maar ook Peet Bijen. Allemaal jongens die hun kennis wel willen delen en ook mensen willen helpen om beter te worden. En ik heb er ongeveer 60 man op. En ook vrouwen, Renate Jansen ook. Ja. Dus ook van Twente. Ja. We hebben heel veel met Twente achtergrond. Maar ook wel echt heel veel andere jongens. Van Willem II, de aanvoerder van Willem II, Jordan Speters. Maar ga zo maar door. Brian Linsen. Gewoon echt wel jongens die het leuk vinden. Vaak wat ouder ook in de, vaak wat ouder. Ja. Verder in hun carrière. Ervaren rotten in het vak. Ja, ja, precies. Ja. Precies. Maar ook, net wat ik zeg, heel veel trainers met de juiste diploma's, et cetera, et cetera. Ja. Klinkt wel als een heel mooi initiatief. Volgens mij, ik ken het nog niet in ieder geval. Je zegt, ik moet nu afronden, krijg ik hier door. Want ik maak deze show natuurlijk normaal niet. Dus tot slot wil ik dan vragen, je zegt, we gaan nog live. Wanneer verwacht je dat dat gaat gebeuren? Ik verwacht binnen nu in 2 weken. Oké, dus ja, nou, wellicht kunnen... We moeten echt even de AVG en alles doornemen. Want dat schijnt ook allemaal weer moeilijk te zijn. Ja. En dan... Ik heb de app al gezien en getest en doorgenomen. Dus dat wordt wel echt leuk. Oké. Nou, wellicht als die echt live is, kunnen we misschien nog wel een keer weer terugbellen. Doen we. Hey, super bedankt. En leuk dat je hier aan mee wilde doen. Ja, leuk dat jullie aan me dachten. Dankjewel. Jos Hoijveld, oud-voetballer van FC Twente was dat.